allemaal, beste kijkers van Fish. Bouke hier weer met een nieuwe video. Met vandaag wederom geen aflevering van Road to 50 plus kills in een potje Team Deathmatch op Black Ops 2. En dat heeft er alles mee te maken dat het vandaag, wanneer ik deze video opneem, tweede paasdag is. En daardoor hebben alle kleine kindjes vrij van school. En zit Black Ops 2 dus echt vol kleine snipertjes en baby LMG campers die in een hoekje zitten te campen met een target finder op hun LMG. En daardoor is het me dus niet gelukt om een fatsoenlijke aflevering op te nemen van Road to 50 plus kills in een potje Team Deathmatch. Ik wil wel iets opnemen wat zeg maar leuk is om naar te kijken. Niet een aflevering waarin ik alleen maar aan het ragen ben. En eigenlijk ja 50% van de tijd aan het doodgaan ben. En de andere tijd misschien eens een keer een kill oppak. Dat is gewoon niet leuk om naar te kijken. En dan denk ik ook van ja, laat dan ook maar. Als de vijand niet normaal wilt spelen, dan ga ik het ook niet meer proberen. En daarom heb ik vandaag een gameplay op een van de meest epische Call of Duty's ooit voor jullie. Het is namelijk Modern Warfare 2. Net als vorige week heb ik hier voor jullie een nuke gameplay. Vorige week haalde ik er 2. Deze week is er helaas maar 1. Maar het is wel een best snel. Het is 2 minuut 30 ongeveer. Het is met de UMP 45 met silencer. Ik zal trouwens wel even een plaatje van de Klaas in beeld zetten. Dan kunnen jullie precies zien waarmee ik speel. Niet dat ik mijn secondary gebruik ofzo. Maar de perks die wil je misschien wel weten. En misschien ook wel niet. Maar voor de mensen die het wel willen weten, kunnen de video op pauze zetten wanneer het plaatje in beeld komt. En die kunnen klakkeloos de Klaas overnemen. Want het is best goede Klaas. UMP natuurlijk de beste submachine gun van heel Modern Warfare 2. En dat zie je ook wel in deze gameplay. Hij killt gewoon echt super snel. En hij is ook gewoon op lange afstand best wel goed. Ik speel hier een potje regular domination op de map Skid Row. Samen met een vriend van mij. En ik haalde op het laatste moment nog even een nuke. Ik dacht toen ik aan het potje begon, dit gaat niks worden. Skid Row is echt een rot map, vind ik persoonlijk zelf. Er zijn een aantal mensen, waaronder Fish, die deze map wel leuk vinden. Ik kan het zelf niet begrijpen. Dat zie je ook wel wanneer ik mijn chopper gunner gebruik. Ik kan maar geen kill oppakken. Totdat op een moment de spawn flipt en de enemy op A spawnt. Dan spawnen ze allemaal buiten. Mijn chopper gunner ging perfect hangen. En ik maakte een 5-man multikill. En daar gelijk achteraan nog een triple kill. Op het laatste moment van mijn chopper gunner. En ja hoor, daar was de nuke. Echt op het nippertje had ik hem nog gehaald. En ik was er best wel blij mee. Want ik haal niet heel erg vaak een nuke op Skid Row. En dat heeft dus alles met de spawns te maken. Skid Row, dat is eigenlijk gewoon een heel groot gebouw. Met aan beide kanten van het gebouw een kleine ruimte buiten. Waar eventueel ook nog een spawn zou kunnen zitten. Maar 9 van de 10 keer, dat zul je altijd zien. Wanneer jij air support hebt, dan is de enemy spawn binnen. En dat was dus ook zo terwijl ik mijn chopper gunner had. Maar door een teammate die ze allemaal van de B-spawn afhaalde, spawnen ze opeens allemaal buiten en kon ik ze op het laatste moment van mijn chopper gunner nog even mooi in die spawn trap krijgen. En toen had ik nog net genoeg tijd om mijn nuke binnen te slepen. Het potje zat er al bijna op, dus Gjalt zei ook, ja, call je nuke maar gewoon in. Dan zijn we er klaar mee, want zo fijn waren die vijanden niet. Ik had ook 9 dead dat potje. En dat kwam omdat die vijanden allemaal aan het campen waren en met LMG's en zo aan het sprayen. Op Skid Row heb je altijd zo'n lange gang. En snipers die gaan dan aan het begin zitten met hun sniper. En die gaan wachten om feeds te maken. Maar in ieder geval, het is een snelle gameplay, dus hij zit er alweer bijna op. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet dat blauwe duimpje omhoog voor Fish niet. Kijk even op mijn kanaal als je mij nog niet kent. Link staat in de beschrijving. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.